Mocht jij nog nooit van het drama rond de Social House gehoord hebben hier in België, dan zou ik jou aanraden eerst er wat over op te zoeken, want anders gaat deze video een klein beetje verwarrend zijn. Veel plezier met het kijken. Goedendag allemaal. Welkom bij deze vergadering. We weten natuurlijk allemaal dat door het coronavirus tegenwoordig heel de Vlaamse televisie een beetje aan de knoppen is. We weten niet meer wat we moeten uitzenden. En daarom zou ik graag van jullie een leuk idee horen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de oude Romeinen en de Griekse mythologie en zo. Dus het zou misschien wel leuk zijn mochten we daar nog een keer een documentaire kunnen over uitzenden. Op Canvas of op 1 of zo. Saai. Wij jongeren, wij worden gewoon in de steek gelaten. Snap je dat dan niet? Er is tegenwoordig niets meer op de tv. Voor ons jongeren. Dat kan toch niet. We moeten meer op de televisie zijn. Voor jongeren. Maar hebben jullie dan al niet genoeg op de televisie voor jullie jongeren? Zoals wat dan, hè? Ja, ik dacht aan VTM Kids. Of Catsnet. Is dat iets waar dat hier mijn jongeren niet naar kijken dan? Wat? Nee, man. Catnet, joh. Catnet is voor 10-jarigen. VTM Kids. Wie kijkt er nu naar VTM? Nee, joh. Nee, Catnet. Nee. Nee, gewoon geen kennis. Maar jullie hadden toch ook zoiets als in... Wacht even, ik moet het even in mijn driedubbele bundel opzoeken. Hier staat het. TikTok. Is dat iets wat jullie jongeren veel gebruiken? TikTok. TikTok, dat is wel... Dat moet ik wel zeggen, dat is wel een beetje plezant. Maar daar zit je snel op uitgekeken, hoor. Ja, toch wel. Ja, ik moet het eigenlijk wel gelijk geven, denk ik. Want veel voor jongeren is er tegenwoordig niet meer op de tv, hè? Nee, kijk, hij begrijpt me. Hij spreekt gewoon facts, hè. Hij begrijpt ons. Compliment. Jij mag gewoon koning, man. Ja, dankjewel. Ik krijg gewoon ineens een magnifiek idee in mijn hoofd. En? Wat mag dat idee dan zijn? Stel u nu voor dat wij gewoon 8 jonge influencers, zeg maar TikTokkers, in 1 huis zetten en we laten ze allemaal gekke challenges en opdrachten doen. En wij zetten dat alleen maar op YouTube. Eigenlijk lijkt me dat echt wel een heel tof idee. Ja, dat lijkt me nu echt wel goed. Ja. We leven natuurlijk wel in 2021 met de coronavirus. Dus timing, daar doen we helemaal niet aan. We gaan ze gewoon nu in de huis steken. We laten ze gewoon allemaal een test doen. En dan komt dat helemaal in orde. Diversiteit, we leven alweer in 2021. Dus diversiteit, dat boeit ons geen reet. We steken gewoon 8 blanke mensen in 1 huis. 8 blanke mensen, geen 1 zwart persoon gaan we erin steken. Ik denk, we maken 6 van de 8 mensen moeten bronvaar hebben. Dus dan lijken allemaal een beetje op elkaar. Juist of het allemaal gewoon 1 familie is. En we laten er 1 iemand in. 1 iemand met zwart haar. Maar die gaat het huis dan heel erg snel verlaten. Waardoor er een beetje drama komt, snap je? En drama in België, we weten allemaal wat er gebeurt als er een beetje drama is in België. Iedereen springt erop. Dus dan hebben we direct... Ik weet niet hoeveel krantenartikels. En krantenartikels zijn lezers is... geld. Dus, zijn we het erover eens dat we dit idee echt gaan realiseren? Ah wel, ja. Ja, ik vind dat leuk. Wow man, ik kijk hier echt niet normaal lang naar. Ik ga het gewoon overal op sociale media plaatsen. De Social House. Nieuwe serie op YouTube binnenkort. Hashtag. For you, hashtag social house, hashtag drama.
Yes, jammer, hij staat online. Ja, ze krijgt gewoon, 20.000 likes, zeg maar. Ik weet het gewoon, Oké dan, ja. Ik zie dat iedereen online enthousiast is. Dus voorstel aanvaard, de social house wordt gewoon een ding. We gaan de Belgische media gewoon compleet op hun kop zetten hiermee. Ach, het is voor mij om het even goed, zolang er maar genoeg koffie is hier op de redactie. Het is niet te drinken. Nee.